Vandaag ga ik verstoppertje spelen in dit mega grote ziekenhuis. Alleen is het net wat anders dan normaal. Ja, we zijn dus super klein. Dit is het moment dat jij op dat blauwe duimpje omhoog drukt en abonneert op mijn kanaal. Want anders komt de dokter jou straks ook ophalen. Alright, mijn kleine patiënten, zijn jullie er klaar voor om vandaag weer te verstoppen in dit grote ziekenhuis hier? Ik heb verkoudheid. Je hebt verkoudheid, dat is goed. Je bent assistent, dat betekent dat je jezelf kan behandelen en dat niemand je gaat helpen. Oké. Okay. Jongens, jullie krijgen genoeg tijd. Jullie mogen zo lang nemen als jullie willen om te verstoppen. Robin, je ziet er echt top uit, moet ik zeggen. Ja. Waar is die ziek aan zijn stem? Ik kan zeggen, Robin is zijn stem kwijt. Oké, jongens, verstop jullie. Ik ga hier bij deze grote teddybeer ga ik tellen zo. Ik kijk naar het buikje, oké? Okay? Oh, jullie zijn al weg. Doei. Doei. Joe. Weet jullie wel een plekje? Nee. Nee. Niet. Wat is nou een leuk plekje? Ja, dat is een heel goeie. Dat weet ik niet. Oh, hier is de trap is afgebroken. Dus we kunnen niet verder, man. Nee. Oh. Plekje. Ik ben er een boom opgeklommen. Ah, weet je, ik doe gewoon dit. Ja, ik heb op zich ook wel een leuk plekje. Ja, ik heb ook een ongelooflijk goed plekje, hoor. Ja, ik zit hier goed. Ja, ik ook. Ik ook. Ah, dus jullie hebben een plekje? Nee, dat niet. Dus jullie beweren dat jullie gaan winnen van mij? Mhm, zeker? Nee, dat niet, maar... dat niet, maar je beweert wel dat je plekje hebt. Ja. Oké. Ja, de, je mocht op de eerste verdieping de tweede en de derde, toch? We zitten allemaal op de derde, toch? Ja, we zitten allemaal op de derde. Ik ben gaan staan waar ik mocht lopen. Je bent gaan staan waar jij mocht lopen, dus de derde verdieping, zeg je? Nee, tweede. Tweede verdieping, en dat weet je zeker? Ja. Dus ik ga je nu niet hier in de kelder vinden. Is er een kelder? Mogelijk. Maar de kelder is geen eerste verdieping. Oh! Ah, kijk, maar je mag wel komen. Deze kamer hier is echt een rotkamer, want ik heb het gevoel dat jullie hier gaan zitten en dat... Oh! Nee, dat... Niet oh doen. Oh my days, ik zeg het ook gewoon letterlijk en ik zag, ja, kom maar mee, meneer. Ik heb je te pakken gekregen, dat betekent dat jij officieel besmet bent. Ik had dat verkouden, zei ik. Ja, kom maar mee, je bent besmet nu, kom. Ja, ik kom eraan. Ik neem je mee naar boven, waar ben je? Hallo, je bent weggerend! Hey! Kom dan mee, kom. Kijk, ik heb hier de isoleercellen. Kom maar. Dan geef ik jou isoleercel 1. Mag ik niet 2? Nee, 1. 1 is voor jou. Niet de 2 is die. Dan ga ik even controleren hoe het hieruit ziet. Zo, ja. Nou, dit is je nieuwe huis. Voel je? Koud. Dan ga ik even de isoleercel checken trouwens, dat hier niemand anders verstopt zit, stiekem. Dat zou wel goed zijn. Nee, er zijn er mooi precies 3, voor iedereen. Nou, wat leuk. Ik ga alle vieze, besmette mensen ga ik vinden en die gaan we allemaal even opsluiten. Jongens, waar zitten jullie? Zeg het eens. Ik zeg nee, gewoon als je moet. Ik ben tv aan het kijken. Max, ik geef jou een tip. Ja? Ik zit beneden in een kamer met een ijzeren deur. Shit. Nee. Ineens had ik Rick, ja, tip was nutteloosjes, want ik heb Rick gewoon gevonden, die loser. Kom maar mee, nee. Je bent besmet, we gaan jou brengen naar isoleercel 2. Daarna kan je Justin... Mag ik niet in 1, dat zijn... Nee, jullie zijn besmet allebei, dus jullie mogen niet bij elkaar, kom maar. Ja, we moeten samen kom maar, kijk hier, die is voor jou. Goed zo. Deze is voor Robin zometeen. Nee. Robin, waar ben jij? Ik ben er niet. Je bent er wel, jij zit ook hierboven. Ik weet zeker, jij zit op het dakterras. Nee. Maar voor mijn gevoel heb ik zo goed als alles al gehad. Hey Max. Heb je hem al gezien? Ja, allang. Al 10 minuten geleden. 10 minuten geleden al? Echt? Dat is geen leugen. Ja, dat klopt. Dat kan helemaal niet, want we zijn maar 8 minuten bezig. Oh, wacht, misschien. Nee, die weet je niet. Hier? Niet te zien, is die. Ik ben zo slecht in hints. Trap. Trap? Je hint is trap. Ik heb al onder de trap gekeken, al meerdere keren. En daar ben je niet. Nee. Wat is dat dan voor poepint met trap? Nou, het kan ook zijn boven de trap, tussen de trap. Ja, daar heb ik al gekeken. 3 kamers verder dan de trap. Dat kan ook. Nee, kom even met een goede hint. Ja, je zit toch niet bij een trap? Jawel. Bedoel je het blok, gewoon een trap, gewoon een ster? Of bedoel je gewoon de trap omhoog te lopen? Ik kom niet bij je! Ik kan je niet raken! Ga weg! Ik kan je niet raken! Ik zit hier niet. Ga weg, kom hier! Kom hier! Ja, koekoek! Kom hier! Ik heb wat voor je, wacht. Waarom kan ik je niet slaan? Ik kan je niet slaan! Je zit een creative! Niet waar! Jawel! Nee, je hebt me gewoon nog niet geraakt. Ik heb je... Echt wel, 100%! Ik heb je, kom hier. Au. Kom hier, jij kleine smerige. Ik ga je meenemen. Ah! Hallo!
zit er dan ook een gat in de trap? Kijk, zeg maar gedag tegen je, Rick, hier. Hey, hallo. Rick. Hey. Zeg maar gedag tegen Justin hier. Hey, Justin. En dan heb je je eigen hockey gekregen. En dan zijn jullie alle drie te grazen genomen, jongens. Jullie zijn slechte verstoppers. Jullie hebben niet goed je best gedaan. Vooral Robin. Omdat Rick de eerste was die af was. Rick, ja. Waarmee? Jij was de eerste af. Betekent dat jij nu mag gaan zoeken. Nee, hoe leuk is dat? Hoe leuk is dat? Jawel, we gaan nu zoeken op naar de tweede ronde. Hey, heb jij nog paracetamol of niet? Een cliënt van mij die is paracetamol nog had. Ik heb belangrijk nieuws. Okay. Ik ben geabonneerd op Walnut. Wie is dat? Wie is dat? Wie is Walnut? Ja. Dat weet jij wel. Hey, ben jij nou niet geabonneerd op Walnut? Abonneer dan zeker eventjes en laat ook eventjes een like achter. Want we gaan voor de 4000 likes. En laat ook eventjes weten waar we de volgende keer verstoppertje moeten doen. Later, ik ga nieuwe video's kijken. Woehoe! Dus die paracetamol, heb je die of niet? Wel een prikje. Oké, mijn patiënten, of tenminste patiënten, die zijn mijn collega's. Ja. Collega's. Wij zijn jullie onderdanen, zelfs jij bent de dokter, wij zijn de assistenten. Ik wil zeggen, jullie moeten nog veel leren om op mijn level te komen. Ja. Dus daarom, degene die nu wint, mag dokter worden. Degene die wint, ik ga winnen. Doei. Je moet wel trouwens die kant op kijken, anders laat je wel mee rennen. Ja, oké, doei. Yo. Oké, doei. Kijk jongens, ik heb echt een perfect plekje. Die ga ik even met jullie delen. Oh. Dan weten jullie dat ik daar zit. Kijk, ja, zo helemaal naar het dakterras gaan we even. Oké, ik kom eraan. Kijk, hier op het dakterras heb je namelijk al die bloemetjes. Wat assistent ik met mijn rode pakkie mooi heb gedaan voordat ik zeg maar hier kwam. Dus kijk, je hebt deze pompoen, maar daaronder heb je een trapdoor. Dan kan je zitten. Dat is wel goed. Dat is ook de enige. Maar... Ja, dat is de enige. Dat is de enige. Hoe goed is dat? Kijk hier, ga hier zitten. Ja. Vind jij erg? Met... Hoezo? Ik ga gewoon met z'n drieën zitten. Dan rennen we allemaal een kant op. En dan geen die als eerste hit. Oké, dat is goed. Dat doen we. Hallo jongens. Hallo. Hey. Hallo. Hey, Rick. Jullie zijn klaar. Ja. Wij zijn klaar. Best snel nog. Ja, maar dat was omdat iedereen had eigenlijk al een soort van al een plekje bedacht. Jullie hadden al een plekje bedacht. Ja. Nou, niet iedereen. Volgens mij alleen ik en... Wie was het nou? En ik. Justin inderdaad. Ja. Robin was de enige die nog moest zoeken. Ja, Robin was echt slecht, maar dat maakt niet uit. Kan gebeuren. Ja, dat heb je soms. Kun je niks doen. Je zit er niet in de kelder, hè? Hachu, sorry. Weet ik niet. Dat weet je niet, dat weet je toch wel. Nee, Rick, dat weten wij niet. Nee? Oké. Hey, Rick, beloof je. Zie je. Je ziet mij. Ja, hoi Rick. Hey. Je ziet Rick. Ja, kan je even naar de receptie komen, dan doen we even samen omroepen. Nee, dat vertrouw ik niet. Maar ik zie Rick ook. Hey Rick. Hoe zie jij Rick ook? Waar zitten jullie dat jullie Rick zien? Waar loopt hij dan? Ja, ik zit hier. Wat doe ik nu dan? Ik weet nog niet waar hij hier is. De receptie. En nu dan? Shiften. Nu zie ik je niet meer. Je shift wat nu. En wat heb ik nu vast? Ik zie je niet meer. Niks. Ik ben je kwijt. Nu heb je iets vast. Nu heb je een potion of zo. Een bottle? Ik weet niet wat dit is. Nu heb je zwaaid. Hoe dan? Waar zit jij? Oh, ik zie hem ook! Hoezo? Ja. Hoe zien jullie hem nu? Ik zie hem niet Ik zie hem. Hij is nu weg. Nu kan ik hem niet meer zien. Jullie zitten via dat glas te bespieden of zo. Ja, wie weet. We kunnen hem wel kwijt inmiddels. Ja, ik ook. Kan hem niet. Een hele tijd. Oh, Rick, wacht. Loop eens terug naar het glas. Ja, daar sta je met je zwaardje. Bij het glas. Nou, op! Hè? Ga ze op de tafel staan, achter je. Waar zie je hem? Ja, goed zo. Waar zie je hem? Hij is daar op de tafel, staat hij nu bij het glas. Dus jij ziet mij nu? Ja, je shift nu. Nee. Welke tafel? Maar dan zit jij dus nog wel beneden. Ik weet, misschien niet. Ja, dat zit jij wel. Ik kan niet anders. Ze gaat ons echt nooit vinden. Nee. Ja, maar jij ziet me ook van het... Rick. Ja? En nu zie ik je ook. Je staat nu in... Oh, nu zie ik je niet meer. Rick, ken jij het knopje F5? Ja, dat weet ik. Maar dan, ik zit alsnog even uit te rekenen vanuit waar. Nou, dat ga je niet uit kunnen rekenen. Nee, dat ga je niet uit kunnen rekenen. Waarom kan ik dat niet uitrekenen? Nou, dit is echt totaal niet de plek waar je verwacht dat we dan zouden zitten. Zien ze hier ook echt met z'n allen bij elkaar of zo? Nee. Nee. Maar kijken jullie door een blokje heen of niet? Ja, misschien. Absoluut. We zijn niet op de begane grond. Nee, niet daar. Dat beloven jullie. Ja, dat beloven we. Ik niet. Ik wel. Ja, ik zie hem. Ja. Hoi Rick. Hey, lekker aan het springen. Nee, daar zijn we niet. Daar zijn we niet, Rick. Daar zijn we niet, Rick. Hij zit nu bij de... loopt nu op cooldrons en barrels en zo. En nu loopt hij bij de... staat hij voor het raam. Ja, en nu gaat hij weer de trap in. Oké, ik geef een tip. Bovenste verdieping, Rick. Ja. Wel? Ik geef een tip. Ja. Wat een uitzicht. Ja, op zich wel een mooi uitzicht. Ik ben echt... Je kan een heel mooi uitzicht hebben. Ja!
Rennen! Rennen jongens! Red mij! Red me! Nee, waarom ga je dan ook hier in zitten? Ja, ik ben slecht. Hier zit ik ook. Waar is Justin? Ik kan jullie hier niet raken. Max, waar is Justin? We gaan tegelijk. Oké, okay, echt waar hè? Ja, ja, ja. 3, 2, 1. Nee! Dubbel hit! Nee, nee, ik was al niet geraakt. Max niet ook, dan geef ik een dubbel hit af. Ik loop naar mijn cel. Dankjewel, Robin. We hebben je lang genoeg gepijnigd. Waar ben je? Waar ben je? Nee! Nee! Oh mijn god. Oh mijn god, waar ben jij, Rick? Of waar ben jij, Justin, bedoel ik? Ja, geen idee waar ik ben, hoor. Oh mijn god. Ja! Nee! Ja! Ik heb hier in dit hoekje zitten, ik loop wel naar mijn celletje toe. Yes! Hallo! Oh, hallo! Dan heb ik jullie nu allebei. Oké, okay, dan moet ik alleen mag Justin. Mag ik in ditzelfde celletje? Ja. Hij heeft mijn deur niet dicht gedaan en Oh. Oké. Okay. Nice. Kende die spot sorry helemaal niet. Yes, ik zat er gewoon nog! Hij zat hier op dezelfde plek! Was jij gewoon niet weg gaan rennen, nee. Nou, ik heb de afspraak, die waarde. Ja, ik was weggerend, toen dacht ik, kan ik bij mijn rug gaan. Oh, ik heb jullie eindelijk, dit is zo stom gewoon. Kan je echt helemaal door, gewoon je kon echt overal kon je kijken. Hi jongens! Hey Justin! 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 Maar Justin heeft gewonnen. Betekent dat Justin dan de arts wordt? Nee, ik ja ben als eerste gewonnen toch? Oh nee, maar nee, die wint! De winnaar zou arts worden. Dus Justin, gefeliciteerd jongen! Yay, je wordt arts! Yay! Ik sla jullie allemaal! We gaan naar de volgende ronde. Welkom collega's bij dit bedrijfsuitje. Vorige keer zijn we op het strand geweest. Ja. En dit keer zijn we in een ziekenhuis. Nou, wat leuk. Jullie lopen allemaal zometeen achter me aan richting de isoleercellen. Ja. Doe ik de deurtjes weer dicht. En dan? Dan zien we dan wel weer verder. Nee, jij gaat gewoon bij de teddybeer staan. En wij gaan bewijzen dat wij beter zijn dan een arts. Wij zijn assistenten, jongens. Wij zijn een team. Wij gaan beter zijn dan een... Niemand heeft doktoren nodig. Ja, precies. Hier. Maar ik heb maar het zwaar. Ik google het gewoon. Ja, dat klopt. 3, 2, 1, goal! Oké, doei! Doei! Robin. Ja? Ik heb een idee. Ik ook. Ik wil die cooldrol naast hem hier. Ik wil achter het hoofdje staan. Oh, mijn god. En ik wilde dus naast, daar links, zeg als je die poot overspringt. Maar dat is heel rustig. Wacht, ik ga hier de cooldrol in. Oh, die is leeg! Nee. Oké, shifter hoort hier niet lopen, toch? Als het goed is niet, nee. Zou ik dan gewoon... Zullen jullie met z'n drieën gaan zou ik hier in zijn benen zitten, bij zijn benen zitten, weet je? Het risico nemen. Zou hij dat doorhebben? Ja, maar dan moet je hier, zeg maar, hier zo, weet je? Zou hij dit doorhebben? Nee, dat weet ik niet of hij dat door gaat hebben. Zou ik dit gewoon proberen? Ja, ja, fuck it. Oké, okay, nee, iemand anders moet zeggen dat het ready is. Ja, Robin moet even typen. Oké, ik zit achter het hoofd van de TBR. Nee, ik zit naast zijn poot. Oké. Oké. Mensheid van het goede leven. Wij hebben de beste plekken ooit, Justin. Ja, deze is wel echt insane. De beste plekken ooit? De beste plekken ooit. Oké. Okay. Jullie zitten niet hier. Nee. Nee. Weet je wat ik... Kijk, ik keek heel mooi naar die teddybeer. Maar mijn oren... Ja? Niet. Oké. Okay. Kunnen je oren kijken dan? Ja. Die van mij kunnen kijken. Ja, oren kunnen kijken. Ik ben in de kelder. Jullie zitten hier. Even kijken. Verrassing! Nee, daar zit er niet. Volgens mij was iedereen is die kelder vergeten dat die bestaat. Volgens mij ook. ik ben erheen geweest. Oh, je bent erheen geweest alleen al? Ja, als zoeker alleen. Nee, maar ik hoorde dus wat. Maar wat? Ja, joh, we spannen daar allemaal. Maar je mag ook niet luisteren. Hoe niet? Ja, dat vind ik niet leuk. Nee, je moet gewoon je oren uitzetten. Ja, hoogspanning, niet aanraken, hoor jullie dat? Niet maar je mag wel een beetje sneller gaan zoeken. Ja, kom op, hé. Kijk, we zitten niet met z'n drieën bij elkaar deze keer. Dat was wel grappig voor één keer, maar als we dat nog eens zouden doen, zou het kut zijn. Zo zit je met z'n drieën bij elkaar. Oké. Nou. We zitten niet allemaal op hetzelfde blok. Nee, het is niet zo erg als net. Het is redelijk bij elkaar, maar niet zo erg als net. Nou, ik moet wel zeggen... Ja. Dat dit plekje, stel... Ja, ik weet niet. Het is wel een moeilijk plekje. Ik denk dat je me niet gaat vinden hier, eerlijk gezegd. Jou niet of iedereen niet? Nou, mij denk ik niet. Ik heb namelijk echt een... Ik heb je gevonden, Max. Ja, jij weet waar ik zit. Hallo! Rick, weet je waar Max Hallo! zit? Ja, ik weet waar Max zit, ja. Ik weet ook waar Robin zit. Ja, dat komt omdat we dat hebben besproken in de z'n drieën. Ja, dat klopt. Oké, dus ja, oké. Ja, wij bespreken dat, Justin. Ja, ik moet zeggen dat ik je wel heb gezien. We hadden het niet echt besproken, we hadden wel gewoon echt hetzelfde plan allemaal. Nee, dat snap ik.
Waar is drie? Ja, waar is drie? Dat is de grote vraag. Zit hij achter de hoofd? Dat weet ik niet. Nee! Dat is weggelegd. Oh, mijn deus. Kom, Rick, we gaan naar de isoleercel met z'n tweeën. Ik kan hem niet raken! Hallo? Hey, hey. Oh, daar gaan ze weer. Hey, daar ben ik! Hij is afgeleid door ons. Wacht, ik wil de achtervolging zien. En waar is hij nou? Hallo! 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 Pak hem, Justin! Nee! Hij zit in de kop-app vast, of niet? Ik kan hem al niet raken. Je kan het slopen, dat ding. Ik vind het leuk dat hij hier op zit te lijden. Kom er maar uit. Ja, maar daar zit hij veilig daarin. Nee. Pak hem nou! Ja, yeah. Oh, mijn god. Nou, laten we naar de isoleercellen gaan, jongens. Hey, Robin en Rick. Op naar de volgende ronde. Hey, ja, nu ben jij met Robin. Doei. Jij wordt nu de... Oh. Op naar de volgende ronde. Jongens, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Ik wil eerst het... Slechte nieuws. Slechte nieuws. Ik neem ontslag. Nee. Oh, dat is juist het goede nieuws. Oh. Wat is dan het goede nieuws? Ik kies een opvolger. Oh. Oh. Dus dit betekent wie jij als laatst of wie als jij als laatst vindt, die is de ultieme dokter of zo. Nee. Kijk, meestal gaat het in een spelletje om winnen en verliezen. Maar wie je daarbij altijd vergeet is degene die het zilver pakt. Deze keer niet. Degene die ik als tweede vind is mijn opvolger. Of dat is de ultieme dokter, want dit is de laatste ronde. Dus dat wordt de... Jongens, dit gaat tussen ons worden. Iemand van ons wordt de ultieme dokter. Ja, maar ga ik even een afspraak maken met de dokter dat hij ons tweede vindt. Dus als jullie even vast gaan. Oké. Leuk. Oké, we gaan zoeken. Oh, je staat daar. Doei! Doei! Oké, wat gaan we doen? Gaan we met de allen bij elkaar? Ja, gaan we zeggen... Gewoon, we gaan hier bij elkaar. Ja, gaan we weer bij elkaar? Nee, dat kunnen we niet doen. Ik wil dus een keer beneden verstoppen. Ik heb het nog niet beneden verstopt. Ja, maar dat gaat denk ik heel obvious zijn. Maar de laatste ronde moeten we wel verspreid. Ik denk dat we om het gewoon normaal te doen. Om dat te eren. Ben ik te zien in de kelder nu? Rick gaat koekloeren. Open die trap door eens rechts van je? Als je op de trap staat? Hallo. Oh nee, je bent niet te zien. Holy shit, man. Nee, dit is echt een goeie. Oké, dan is dit mijn spot. Dan ga ik hier staan. En die is echt wel goed. Kan je ook een beetje naar buiten kijken, of niet? Ja, ik zie gewoon alles. Oh nee, joh. Oh my days. Ik heb je een goede plek? Ja, ja? Ik weet alleen... Ja, het is niet echt een legitte spot. Ja, het is al een legitte spot, maar... Kan hij er ook komen? Hij kan er komen, maar hij kan mij niet zien. Gewoon legit niet. Ja, het ding is, je moet gaan voor de... Tweede spot, hè? Je moet niet voor de winnaar gaan. Nee, dat is waar. Ja. Ja, maar dan loop ik iets naar voren. Dan kom ik niet. Ik ga voor deze spot. Oké, Justin, heb je ook een plek? Waarschijnlijk niet. Even kijken hoor. Ja, ik heb een plek. Je hebt een plek? Ja. Ja, dan kunnen we. Zo. Ja. Mensen. En nu ga je ons niet vinden. Van het goede leven. Ja. Welkom bij verliespotje. Ja, het duurde erg lang, moet ik zeggen. Ja, we hebben ook allemaal echt een goed plekje gevonden. En ik durf te wedden dat je er echt 2 jaar over gaat doen, minimaal per persoon. 2 jaar minimaal per persoon? Per persoon ga je minimaal 2 jaar erover doen voordat je ons hebt gevonden. Ja, dat is wel waar. Oh. Nee! De 2 jaar is denk ik 2 minuten geweest, of 2 seconden? Twee seconden. Wat goed zeg. Ik dacht dat ik zo'n goede plek had. Ik kon ook gewoon niet zien. Ik dacht, ja, je kijkt wel boven. Je vanaf hier, via het randje. Oh mijn god. Nou. Ben ik ook nog als eerst gevonden. Ja, jongens. Hebben jullie nog wat leuks te vertellen? Nee. Jawel. Nee. Nee, dat heb ik niet. Nee, Robin, dat heb ik niet. Rick, waarom ben je zo paniek? Fijne dag nog, Rick. Doei. Moord! Ik ben de ultieme dokter! Hey. Oh ja, je hebt trouwens wel het tweede gevonden. Maar je moet wel naar je celletje toe, even goed. Ik heb al 2 gevonden. In een kort tijdsbestek. En ik zou er langer over moeten doen, heb ik gehoord. Want eigenlijk zou ik er 2 jaar over moeten doen. Nou ja, dat is niet gebeurd. Ja, maar ik zie hier een heerlijk appeltje. Het was voor...
Dit was onaardig. Ik heb je. Nee, maar weet je wat het was? Ik stond hier mooi in de appel, ja? En in één keer, weet ik wat er gebeurt? Stond ik in één keer hier. Oh, dan kom jij. Ik zag je wel in de appel. Nee, dat komt niet. Kom mee, jij schavuit. Okay. Ik kom maar bij Justin. Komen jullie gezellig bij mij? Ja, mogen we bij je? Ja, kom maar. Ja. Kom maar, jongens. Gezellig. Dus dit is de ultieme dokter. Deze man is onderbroek hier. In de zwembroek. En hij krijgt meteen 3 jaar onbetaald verlof. Yay! Alright, jongens. Dat was deze video weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. We staan hier lekker op volgorde van groot naar klein. Robin is de grootste. Dan Rick, dan Justin en dan ik. Ik ben Inio Kleemannetje. Maar dank jullie wel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En vooral te reageren. Reageer even. Wat moet ze reageren? Bananensap. Bananensap als je tot dit punt in de video bent gekomen. En dan nu. Oops, kijk lekker het vorige content veen. Joh. Kijk lekker het vorige verstoppertje. Dit is helemaal geen content veen. Hier hebben we namelijk verstoppertje gespeeld op een onbewoond eiland. Hele leuke video. Zeker een goede aanrader. En dan nu spreek ik later glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah! Woo!